Hey allemaal en welkom bij een nieuwe video en ik heb iets heel leuks voor me staan hier. Ik heb een heel leuk pakketje van Lush en dat wil ik jullie heel graag laten zien. En neem het me niet kwalijk, maar toen dit pakket aankwam heb ik het al meteen opengemaakt en gekeken naar de inhoud, want ik was zo blij en nieuwsgierig. Maar ik wil er toch nog een video van maken, dus let's go! Oké, het is dus een pakket van Lush. Het komt uit Amsterdam. Dat wist ik niet, want op de mail stond Düsseldorf en ineens was het Amsterdam. Maar oké. Lush heeft een samenwerking met SpongeBob. En daar ben ik heel erg blij mee, want I love SpongeBob nog steeds. En er zitten heel leuke producten in de lijn. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5 productjes uit de lijn. En die ga ik jullie nu laten zien. Oké, ik pak ook even de papieren erbij, want hier staat best wel een goede beschrijving, ook van de noten en zo. Dus, oké, eerst een badbom van SpongeBob. vrolijke passievrucht is dit. Hij ruikt ook echt heel lekker. Dit is wel echt mijn geur. Hij past ook vandaag bij me. Ik ben zelf SpongeBob. Yay! een badbom, dus die laat je gewoon in je water en lost op. En het grappige aan dit zou moeten zijn dat er een papiertje in zit met zijn broek. Daarom loopt hij in zijn onderbroek. Dus dat is op zich best wel grappig. Ik heb al filmpjes gezien op TikTok en zo. Dus ik ben een beetje obsessed hiermee al. Maar dit is de eerste die ik heb. Ik ga hem weer in de doos leggen, want anders gaat mijn hele bureau onder het stof zitten van die badbomb. En de tweede badbomb is deze cutie Patrick, de Surprise Patrick in ster in kokos en vanille. En inderdaad, ik ruik vanille vooral, een beetje kokos ook. Maar weet je wat het is met Lush? Lush laat alle geuren gewoon steeds lekker ruiken. Op de een of andere manier. Maar dit is Patrick, kijk dan hoe cute. En ook hierbij zou dus een papiertje moeten inzitten met zijn broek. Omdat hij hier ook geen broek aan heeft. Dus dat heb ik wel echt super cute gevonden. Ik ben ook benieuwd of het echt zo gaat zijn, maar vast wel. Dus bij de ene zo is het, bij de andere ook wel zijn. En dan heb ik ook nog een Squidward Octo. Maar dit is een bubble bar. Dus dit is die je onder de kraan moet houden en waar je lekkere bubbels in je bad krijgt. Er hangt ook super veel glitter op. Ontspan in opwekkend schuim. Hier staat niet echt een geurnoot. Maar het is echt zo'n typische citrus Lush geur of zo. Alsof ik deze van een andere badpomp of zo al ken. Maar wel heel lekker. Ik denk dat dit qua geuren echt wel mijn favoriet is. De Octo. Hoe cute. En ik weet niet of. Ik denk niet dat hier wat in zit, vermits het een bubble bar is. Dus ja. Deze. Dan. Even kijken op mijn bom. Heb ik ook nog een ander sponsje. En dat is deze. En dit is een zeepje. Een SpongeBob zeepje. De FUN van fruitig. Fun en fruitig. En deze is inderdaad heel ja, fruitig. Kan niet anders zeggen. Hij smelt ook heel snel een beetje weg in je handen. Dus het is echt een heel natuurlijk zeepje. En ik ben heel benieuwd om deze een keer te gaan gebruiken. Ook al vind ik hem veel te mooi om te gebruiken. Ja, maar ik ben er wel heel erg blij mee ook. En dan tot slotte. En dit is echt het, ja, het prachtige stuk uit de hele collectie. De Lush Krabby Patty Betty. Of Krabby Body heet die eigenlijk. Dit is de krabburger. Gewoon letterlijk de krabburger. Alleen al voor het doosje wil je deze hebben. Kijk, het logo van de Krusty Krab. De Krusty Krab. Echt gewoon een hamburgerdoosje. Dan maak je hem open. Heeft hij ook nog eens een super leuke binnenkant. En het zit ook echt verpakt als een hamburger. En ja, ook deze heb ik al een keer open gedaan. Sorry. Maar kijk hoe leuk dit doosje ook gewoon is. Dit ga ik zo erg bewaren. Deze wou ik echt het liefst van allemaal. Ook het papiertje is allemaal SpongeBob thema. En dan haal je er deze burger uit. Hoe cute is dit? En dit bestaat uit boven en onder een badbomb.
middenin het vleesje is een bubble bar. En dan zitten er ook nog twee zeepjes in de vorm van een tomaat. Maar die plakt een beetje vast. Het is ook warm in mijn kamer. Dus het is echt niet de goede temperatuur voor dit. Maar een tomaat en een blaadje met sla. Het is toch echt... Ik las ook online al van die dingen van they forgot the pickles. They forgot the pickles. Als je een SpongeBob fan bent, dan snap je waar dit vandaan komt. Maar kijk hoe cute het is. En deze is best wel duur. €17 heb ik hem betaald. Maar als je rekent, je hebt twee bath bombs. Eén bubbelbar. Die bubbelbars kan je sowieso voor meer dan één bad gebruiken. En die zeepjes, ja, die gebruik je ook gewoon tussendoor. Ik weet niet of daar een bepaalde geur van is. Kijk even op de brief. Ik pak hem eerst weer even in. Maar dit is zo leuk verpakt. Oh, echt. Dat alleen is de prijs al waard. De buns. Ja, er staat niet echt een geur ook of zo. Dat vind ik jammer. Nee, hier staan gewoon echt de inhoud op het briefje. Maar hoe leuk is deze collectie. Er is ook nog een pineapple body bar, zeg maar. Van, een soort van stick met body cream die je dan kan gebruiken. Er zijn ook als het goed is van die gezichtsdoekjes, maar die heb ik zelf niet gevonden, anders had ik ze ook besteld. Dikke thumbs up naar de levering van Lush. Ik heb op een dinsdag besteld en op donderdag was het er al. Dus dat is echt super snelle levering. Zoals ik al zei, het is ingepakt in de winkel in Amsterdam op de Kalverstraat. Kon ik gewoon zien in de, ja, hoe het gemaakt werd. Dus dat vind ik best wel grappig. Via PostNL heel snel geleverd. Echt, thumbs up. Ik denk dat ik dit vaker ga doen. Ik bedoel, de dichtstbijzijnde Lush is op zich voor mij Brussel en Gent. Maar Brussel en Gent zijn twee steden. Nee, ik was ook die ik haat. Het is ook gewoon zo. Nee, waar ik gewoon niet graag kom. En dan de eerstvolgende stad is voor mij Antwerpen. En dat is al meteen toch wel... Ja, het is niet heel ver, 1,5 uurtje ongeveer. Maar ja, treinticket en, you know, sleuren met die dingen. Ik bedoel, nu heb ik iets van €6 betaald volgens mij voor de levering. Dat is geen treinticket. En het is gewoon netjes geleverd. Het zat met allemaal van die gummies ingepakt. Het kon dus niet kapot. Nee, echt toplevering. Ik ga dit gewoon vaker doen. Ik ben fan. En ja, heel enthousiast over deze collectie. Vooral dit vind ik echt een geweldig... Ja, die andere dingen zijn ook leuk. Maar ik had wel verwacht trouwens dat ze de bubble bars en zo in zakjes zouden doen. Want de zakjes zijn ook SpongeBob themed. En dan kan je die dus wel bewaren. Dus ik hoop als ik binnen de paar weken nog in de Lush kom en er is wel nog iets, dat ik wel nog zo'n zakje kan scoren. Misschien. Maar ik ben al heel blij met deze. Deze wou ik heel graag. Toen ik het op TikTok zag, was ik al helemaal van, oh nee, dit gaat alleen in UK zijn. En ik wil het. En zag ik al het niet. Maar het kan wel. Ik heb het. Ik ben er heel erg blij mee. En ja, ik wil het gewoon laten zien. Want ja. En Lush kennende is het gewoon echt badplezier. Allemaal goede producten voor de huid ook en zo. Als ik in een bad stap met een Lush product, dan echt mijn huid voelt zo enorm zacht en verzorgd. En oh. Het is wat duurder allemaal, maar ja, het is het waard. De prijzen van die andere zijn trouwens, even kijken, dus €17 voor deze. €8 voor, ik denk, het zeepje. En dan 7 en 6, 6. De Squidward 7 en de Bath Bombs 6. Ja, goed. Ik ga met heel veel plezier in bad de komende weken. ik ga naar Bikini Bellen. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag voor de volgende video. Ciao!